Als land moeten wij het levende geloof van de islam koesteren. We moeten de eenheid, opoffering, broederschap en vrijgevigheid onder de samenleving bevorderen, zei president Chandrika Prasad Santokhi aan de vooravond van zijn suikerfeestboodschap aan de samenleving. We moeten de heiligheid van onze grondwet handhaven en ons ook houden aan de religieuze regels. Als president doe ik een beroep op u allen om broederschap en barmhartigheid te omarmen en te werken aan de vooruitgang en welvaart van ons land. Help degenen die in nood zijn en deel het geluk met hen. Eid al-Fitr is de belichaming van collectief geluk en zegeningen die zo breed mogelijk moeten worden gedeeld. Laten we niet alleen bruggen bouwen over de Quarantijn en Marwijn rivier, maar ook bruggen bouwen van vrede en begrip. Laten we ook bruggen slaan tussen rijk en arm, tussen onze gemeenschappen en tussen onze geloven. Santokhi legt de nadruk op de barmhartigheid dat vanuit de islamgemeenschap gaat naar mensen in nood. De president is van mening dat de totale gemeenschap het hele jaar door kan vasthouden aan de geest van Eid al-Fitr om de gestelde doelen met betrekking tot stabiliteit en welzijn te bereiken. Districtscommissaris Ricardo Bolla van Paramaribo Noordoost bracht eerder deze week in verband met het suikerfeest een bezoek aan de Surinaamse Moslimassociatie SMA en de Islamitische Vereniging SIV. Bolla toonde hiermee betrokkenheid met de moslimgemeenschap. SIV-voorzitter Robert Biepat gaf aan dat het een heel ander vaste maand was vanwege de COVID-19-situatie. DC Bolla overhandigde bij de bezoeken mondkapjes en handsanitizers aan de organisaties.